De oppervlakte van Mainstage alleen al, ja, dat was ongeveer waar we het hele festival op deden. Ik ben Ruud Lemmen, ik ben 38 jaar. Ik ben 5 jaar geleden mede WOO HAH begonnen en ik zit in de rol van festivaldirecteur. Ik ben Loes Hermans, ik ben de productieleider van WOO HAH sinds de eerste editie en ik ben 36 jaar. Ja, we staan nu in de wagenmakerij. Het is een grote hal midden in de Spoorzone. Spoorzone is een oud terrein van de NS, naast het station, midden in het centrum. En hier hebben wij 4 jaar WOO HAH georganiseerd. Van heel klein naar totdat het eigenlijk niet meer paste. Het terrein is continu in ontwikkeling, dus geen één jaar was eigenlijk hetzelfde. We hebben in het begin, wat Ruud zei, redelijk klein gehouden. En elk jaar plakten we daar een stukje aan. En dat nieuwe stukje moesten we dan weer ontdekken. Nou, gaandeweg werd ook het terrein hier verder ontwikkeld. Dus ook daar kwamen steeds weer nieuwe verrassingen. We hebben op een gegeven moment dat we elke centimeter gebruikten we. En dan ja, op het laatst komen de meest leuke creatieve ideeën. En dan gaf dat soms wat wrijving. Ja. Maar uiteindelijk wisten we het wel te plaatsen en kwamen we er wel weer uit. But we in the club, man. Oh. Yeah, they hate, but they broke them. And when it's time to pop, they had no shit. Ja, op een gegeven moment komt er een punt dat er nog zoveel potentie is. Dat je nog zoveel meer tickets kan verkopen. Dat die markt, hè, zeker hip-hop, is zo in beweging. Dus dan is het eigenlijk niet meer een kwestie van of je groter wil, maar je moet eigenlijk groter. Toen zijn we gaan kijken naar het Beekse Bergen terrein. Eigenlijk het dichtstbijzijnde terrein bij Tilburg. Daar gaan we nu heen. Eigenlijk is het verhuizen is opnieuw beginnen. De natuur voelt heel anders dan de Spoorzone. Alle twee heel mooi, maar dit is toch ook wel heel prettig en wat meer ruimte. Dat is wel een heel belangrijk punt. De oppervlakte van Mainstage alleen al, ja, dat was ongeveer waar we het hele festival op deden. En eigenlijk dat was een startpunt om dan te kijken van oké, wat willen we nog meer qua podia's? En dan ga je de volgende stap maken, oké, wat gaan we dan faciliteren, welk hoekje gebruiken we waarvoor. En dan ga je vanaf de grove indeling steeds meer in detail. Op een gegeven moment komen de ruimtes dat je denkt, oh ja, dan moeten we nog iets leuks doen. Die komen allemaal op het laatst, maar dat maakt de creativiteit des te beter. Dus dan merk je dat nu iedereen echt die vibe te pakken heeft en dat we in één keer al die losse onderdeeltjes tot één WOO HAH aanmaken zijn, zodat het plaatje dadelijk in totaal gewoon klopt. En het is ook letterlijk met een lege tekening beginnen. De terrein is anders, dus je hebt een andere tekening voor je. Dan ga je gewoon met pen kijken, nou Loes, dit podium moet daar en dat moet daar. En dan zeg je, nou dat vind ik van niet. En dan gaan we daarover discussiëren en dan komen we weer tot een hele nieuwe terreinindeling. Ja, hoe wij het WOO HAH gevoel hier terug gaan brengen. Vooral door de elementen die we daarbij gebruiken. De barren, de skate area, een aantal objecten waar we mee bezig zijn die we gaan plaatsen. Wij zijn met heel veel beslisselingen die we maken met de indeling, wij verplaatsen ons continu in onze doelgroep. Van gewoon, hoe zouden zij erop reageren, hoe bewegen zij op het terrein. Ruud die is dan met blokkenschema aan het stoeien, nou ja, dan is het wel aan het kijken van oké, hoe verplaatsen ze zich. En dan verplaatsen we ons in die mensen en dan proberen we dat te analyseren. Ja. Nou, het festival is natuurlijk zo mooi als de mensen die je hebt. En onze doelgroep is heel mooi. En onze doelgroep is gewoon die jong kritische hip-hop-liefhebber. En daaromheen hebben we natuurlijk het terrein zo ingericht met eetentjes en skate-area's en weet ik wat allemaal nog meer, wat daarbij aansluit. En uiteindelijk staan we er dan. Ja, en uiteindelijk wordt het vanzelf 13, 14 en 15 juli. Dus voor die tijd garandeer ik dat we klaar zijn. En daar heb ik wel alle vertrouwen in. En zin in. Zin in ook, ja.